Welke wetten, welke principes, of jij het gelooft of niet, deze pen gaat, deze stift gaat naar beneden, waar of niet? Toch? Hoe werken dingen? Hoe werk jij? Hoe werkt succes voor jou? Daar ben ik in geïnteresseerd. Jouw mening kan mij niet stoppen. Al die fouten die ik, al die dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. En ik ben nog steeds hier gekomen. Is niet vanwege meningen van mensen. Want je wil niet weten wat mensen allemaal van je vinden. Yo Mike, vergeet wat jij van jezelf vindt. Als je 2 keer van school bent gestuurd. 2 keer bent blijven zitten. 2 HBO's af moest maken. Voordat je, of nou, gedaan hebt voordat je de 3e kon afmaken. Dat ze tegen jou in groep 8 zeggen. Jij mag niet naar de HAVO, ga maar naar de MAVO. Want je gedrag is niet goed. Als je al die negatieve dingen meemaakt. Ik heb het nog niet eens over de rest. Dan ga je echt niet denken, ik ben goed, ik ben geweldig. Dan denk je best wel negatief over jezelf. Dat is een mening, negatief over jezelf. Maar ik ben blij dat het leven niet afhangt van wat iemand van jou denkt. Ben je niet blij? Dat het leven niet afhangt van wat iemand van jou vindt. Maar toch laten we ons daardoor beïnvloeden. Als mensen zeggen, bye ding, bo mama. Dan heb je vaak een bepaalde reactie. Vooral als je jong bent. Toch? Als mensen je beledigen, wordt dat, je bent mijn horse, wordt dat bestia, dan ben je beledigd. Het is belangrijk dat je gaat nadenken over, wat moet ik doen? Niet wat vinden mensen. Welke principes moet ik volgen? En zoals ik hier heb geschreven, ik geloof, ik weet niet wat jij gelooft van jezelf, maar vandaag wil ik tegen jou zeggen, begin na te denken over jezelf, want je bent hier niet voor niks. Als deze stoel een doel heeft, als deze camera een doel heeft, als het licht een doel heeft, als de horloge op je hand een doel heeft. Als deze dop op deze stift een doel heeft. Als alles een doel heeft, hoe zit het met jouw doel?